Principe vertreten, hat im Dunkel geschehen. En een beetje gevreden, alle kleuren gesmeed. En stap voor stap drüber, niet ongesteld. Leven, breuven, het is een weinig verwaard. Hast du nun een grote Dinge lieben? Ken je Ufer selber beschrieben? Ben je van de boot geweten, in uw klot geweten dan, dat ze schrieben? Das ist Kriebe, das ist Kriebe, das ist Kriebe. Im Sieber betreten, hat der Mucke geschenkt, er ein bisschen gewreven. Alle kleuren gesmeed, en stap voor stap deuren, niet op bestaan. Ha! Leven, leven! Oh, het is een weinig verwijt. Als toen al een grote tijd gebleven. Plaats van de hitparades te bereiken met hun nummer Utskriebe. En als dat lukt, dan is dat heel bijzonder, want het nummer is niet te verstaan. De zanger zingt in een soort van Limburgs absolute onzin. Luister maar. Principe verdreven, wat een onkel geschehen. De Kelder speelt handig in op de nu erg populaire regiopop. Bands als De Kast, Robin Herzen en Skik hebben de weg vrijgemaakt voor Utskriebe. En dat staat voor... Stap voor stap drüber. Helemaal nergens voor. Het is wat je er zelf in ziet. Ik heb een tekst gemaakt waar ik zelf eigenlijk geen benul van heb van wat het betekent. Ben je van de boot gevreten, in uw kloot gebeten?
Maar toch lijkt het alsof in Uskriebe Limburgs gesproken wordt. Maar Limburg, daar heeft de kelder helemaal niets mee op. Nou, we zijn er wel eens doorheen gereden, geloof ik. Maar nee, we komen gewoon uit het midden van het land. Maar ik kan me heel goed verplaatsen in de gedachtegang van een Limburgse mijnwerker. Ik ben al eens in Limburg geweest, hoor. Ja. Mooi, hoor, daar. Bergen en zo. Geweldig. Ja, ja. Het idee voor de single ontstond, hoe kan het ook anders met dit soort nummers, op de achterbank van een auto. Ik zei, nou, ik kan volgens mij ook een nummer maken wat niemand kan verstaan, maar wat goed ligt, goed in het gehoor ligt. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar hem toegestapt. Hij had het nummer gearrangeerd. Daar heb ik de tekst op gemaakt. En nou, we zijn ermee naar Radio 3 toegestapt. En gekeken of dat uitgebracht kon worden. Toch is het niet alleen maar gek. Het is natuurlijk wel van enorm belang dat je wel een populair genre kiest. In de zin van dat je wel weet waar je mee bezig bent. Dat het liedje inderdaad een haak heeft. Dat een beetje bij de mensen blijft hangen. En dat heeft het uiteindelijk ook. Dus ik denk ook wel dat we daar niet, niet mee hebben mis hebben geschoten. Ja, de beste Sheriff vanavond. Nee, dat was het show die is voor vanavond. We gaan verder met de sport. Hier is Marleen Houter.